beleefd. Daar heeft ook het grote publiek zich aan vergaapt. Met 39-19, zoals ik daar straks al zei, dan zult u zich kunnen voorstellen dat hier niet bepaald sprinsters aan de eerste 500 meter van deze allround wedstrijd zijn begonnen. Dat is in de volgende rit wel het geval, want daar staat Xiaobo Ye, de wereldkampioen op de sprint. De Chinese die zich met een schitterende prestatie in Oslo, maar ook met een paar geweldige prestaties in Albertville, in de absolute top van het vrouwen, wereldtop van het vrouwenschaatsen schaarde. Daar waar Heike Warnike Schalling al stond. Schalling is op de langere afstanden uiteraard een van de betere rijsters. J moet het van de sprint hebben. Ze deed vorig jaar in het wereldkampioenschap ook al mee, werd daar 15e, maar won er in ieder geval wel de 500 meter. Openingstijd van J, 10-9. Dat lijkt ergens op. Warnike 11-5 en dat is al een heel aardig verschil. En dat terwijl die Warnike toch op die 500 meter, zij het wat langzamer startend, toch eigenlijk ook redelijk uit de weg komt, moet kunnen komen. Wat kan J nog meer dan 500 meter rijden? Dat is natuurlijk de vraag. Als ze in het afgelopen jaar heel wat sterker is geworden op de langere afstanden, dan wordt ze misschien zelfs nog een concurrente voor het eindklassement. Voorlopig zet ze hier met 40-9 een richtlijn neer. 40-9 voor J. 31-4 voor Warnike. 42-94 voor Warnike met een laatste ronde van 31. En Warnike is er blij mee, dat ziet u. En u kunt zich dat voorstellen.